Zo, welkom in het kantoor van etalagepoppen.be. Mijn naam is Michael Grieven. Ik wil jullie vandaag graag een beetje meer uitleg geven over de werking van mijn webwinkel. Zoals u weet kan u via etalagepoppenonline.be rechtstreeks etalagepoppen bestellen. En ik wil jullie graag een beetje uitleg geven hoe dat in zijn werking gaat nadat u de bestelling op internet heeft doorgegeven. Ik krijg nadien via e-mail jullie bestelling binnen. Die bestelling die wordt vanaf dat ogenblik ook meteen verwerkt. Het is te zeggen, etalagepoppen die op voorraad zijn, kunnen direct afgewerkt en verzonden worden. Etalagepoppen of ander materiaal dat u besteld hebt via de webwinkel, welke niet op voorraad zijn, die worden direct besteld bij de invoerder, bij de fabrikant. En dan duurt het ongeveer maximum 10 tot 14 dagen voordat het materiaal naar u toe verstuurd kan worden. Alle materiaal wordt van hieruit in Mechelen naar u toe gestuurd. Niks wordt verstuurd van op een andere plaats van deze planeet. Het komt allemaal vanuit Mechelen. Eenmaal uw bestelling binnengekomen is, krijg ik daar een melding van via e-mail. Normaal gezien, als alles goed is, krijgt u ook een melding dat u die bestelling geplaatst hebt. Maar dat gaat automatisch via het systeem van mijn webwinkel. Ik krijg uw e-mail binnen en ik kan direct aan de gang met de bestelling dat u geplaatst hebt. In eerste instantie wordt de etalagepop volledig nagekeken voor ze verstuurd wordt. De doos wordt opengedaan, zelfs nieuwe poppen worden gecontroleerd vooraleer dat ze verstuurd worden, om zeker te zijn dat ze in de vorige transportzone geen beschadigingen opgelopen hebben, dat ik u geen pop toestuur die al beschadigd zou zijn, zonder dat ik dat weet. Dus dat gebeurt er eerst. Dan wordt in de doos, krijgt u ook een beetje in een omslag wat informatie aangaande het opplaatsen en het aankleden van een etalagepop, als het over etalagepoppen gaat. En daar zit doorgaans ook uw factuur in. U krijgt van mij doorgaans ook nog een bijkomende bedankingskaart met een korting van 10 euro op uw volgende aankoop. Dan ga ik aan de slag met de website van GLS. Op GLS worden uw gegevens ingegeven, ook het gewicht van de doos of de dozen. En dan worden er etiketten uitgeprint. Hetgeen dat uitgeprint wordt, ziet er dan zo uit. En die etiketten die worden dan op de doos gekleefd. Vanaf dat ogenblik is het traceernummer van uw pakket bekend. Ik moet dan enkel nog bij GLS ingeven welke afhaaldatum dat ik wens. En dan wordt het pakket hier opgehaald en wordt naar u toe verzonden. GLS werkt doorgaans met een levering na 1 dag, maximum 2 dagen voor het buitenland, de buurlanden wel te verstaan. Op het ogenblik dat ik weet wanneer dat het pakket verstuurd gaat worden, krijgt u via het systeem van mijn webwinkel, dus via dat e-mailsysteem, vul ik de code in, het traceercode, en die code die krijgt u dan van mij toegezonden. Daarmee is eigenlijk voor mij de transactie afgesloten. Het pakket wordt klaargezet voor afhaling. Zodra het kabinetje voor de deur stopt, geef ik uw pakket mee en u heeft het traceernummer. Op dat ogenblik is eigenlijk voor mij alles uit de hand en dan kan ik alleen maar hopen dat alles vlot verloopt. Ik kijk wel na, zelf via het traceersysteem, of de bestelling bij u is toegekomen. Op dat ogenblik gaat alles wat hier eigenlijk in het mapje transport zit, dat uiteindelijk dan hier terechtkomt, bij mij in het archief. Dus ik volg alles op van het begin tot het einde. Dat is ook de manier waarop dat ik altijd gewerkt heb en momenteel ook altijd zal blijven doen.
Momenteel werk ik met GLS. Ik heb in het verleden met DPD gewerkt en ik heb ook pakketten verstuurd via bpost. Dit heeft eigenlijk gewoon te maken met het feit van wie dat de beste voorwaarden en de beste service kan bieden op dit moment. Transportsector is erg in beweging, zeker op gebied van het bijhouden van de pakketten en parcelshops en dergelijke. Dus ik hou dat ook continu in het oog van welke dat het interessantste zijn om de etalagepoppen, het zijn tenslotte geen kleine dozen, om die te verzenden aan de best mogelijke tarieven. Dus dat in een notendop hoe het eigenlijk allemaal in zijn werk gaat. Het belangrijkste is dat ik het eigenlijk allemaal opvolg van begin tot einde en dat ik eigenlijk uw bestelling zelf overhandig nadat ik ze zelf klaargemaakt heb aan GLS. Als er dus ook vragen zijn in verband met uw zending of met uw bestelling, dan kan u gewoon mij contacteren via mijn e-mailadres. U vindt al die gegevens terug op de website en op de webwinkel.